We staan voor een interessant jaar, dit zegt RAFAXUR-woordvoerder Armand Sunder. De vakbeweging heeft afgelopen vrijdag op uitnodiging van de regering deelgenomen aan een nieuwsjaardiner met het staatshoofd. Volgens Sunder was dit een informeel moment. Hij benadrukt dat hij nauwlettend kijkt naar de uitvoering van de resterende punten zoals verwerkt in het tripartiet akkoord. Het was een informeel uitnodiging waarbij de vakbeweging ongeveer 5 minuten het woord mocht voeren. Belangrijk is voor ons dat de inflatie aanzienlijk gaat afnemen en ook dus dat de wisselkoers naar acceptabele niveaus wordt gebracht door allerlei maatregelen die genomen zullen worden en vooral door productie waardoor er minder zal worden geïmporteerd en meer zal worden geëxporteerd. En daardoor, als gevolg van de toename van de monetaire reserve, er ook minder druk gaat zijn op de SAD. Sunder geeft verder aan op de hoogte te zijn van de stappen die de regering zet ten aanzien van de gezondmaking van staatsbedrijven. Het marktconform maken van de gastarieven van de NV Energiebedrijven Suriname EBS behoort daarbij tot één van de zaken. De vakbeweging zal ondanks het voornemen van de regering niet toestaan dat de financiële positie van de Rokomang verder verslechtert. Uiteindelijk zal de positie van die Rokomang verbeteren als de productiviteit toeneemt, als de bedrijven gezonder gaan produceren en vooral ook als de bedrijven import zullen vervangen, zover dat mogelijk is, maar ook als ze gaan exporteren, dan komen er meer deviezen beschikbaar en kan voor een deel de monetaire reserve van de centrale bank worden versterkt, waardoor op den duur dus ook de positie van die SND versterkt wordt. En daarnaast moet er dus ook beleid worden gevoerd dat de inflatie vermindert. Want dat is ook een van de problemen waarmee we op de markt te kampen hebben. Sunder geeft tot slot aan dat de vervolgbesprekingen met de Nationale Loonraad ten aanzien van de wet minimum uurloon nog niet hebben plaatsgevonden. De RAFAXUR-topman benadrukt wel dat de vakbeweging bij een forse verhoging van met name de gastarieven opnieuw naar de rekentafel zal gaan. Ook is het zo dus dat als die gasprijs een behoorlijke deuk gaat betekenen in de budgetten van de Rokomangs en de consumenten, dus de gebruikers, dan gaan wij zeker een geluid laten horen naar de regering toe dat meer gericht is op één. Kijk, de bedrijven moeten uiteraard efficiënt worden gemaakt. Maar probeer dan de aanpassing geleidelijk, gefaseerd door te voeren.